Goedemorgen Vincent. Waar gaan we vandaag heen? Utrecht. Wat? Utrecht. Heb je er zin in? Nou, ik ben honing naar de Gouden. Ik denk dat dit de beste aflevering tot nu toe hoor. Maar alweer een aflevering van 4-6 Nederlands in Utrecht. Utrecht. Hallo. Wat roept Utrecht bij jou op? Ja, als ik aan Utrecht denk ik... Thunderdome? Utrecht. Utrecht. Ik heb niet zoveel met Utrecht. Ik weet niet. Ja. Nou, we staan nu in Utrecht. Hoog. Op Hoog Catharijnen. De Dom. De Domtoren. En besef je goed, hè, dat is de hoogste toren van Nederland. Kerktoren. Goed, hè, dat is de hoogste kerktoren van Nederland. En hoor hem eens even lekker klingelen. Klink, 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 klink. Dat is het leuke gracht hier op de achtergrond. En daar staat Utrecht natuurlijk bekend om zijn grachten. Moet je daar eens even kijken. Wat een leuk beeld van een of andere clown, lijkt het wel. Een lelijk beest. Jeetje, daar schrik je wel van hoor, als je in de gracht bent. En kun je het je voorstellen, het is de hoogste kerktoren van Nederland, hè? De Domtoren. Kijk even hoe hoog die is. Dat is hoog, hè? Hey. Daar staan ze met de fakkel. Vrijheidsjetser. Lady Godiva. En wist je dat dit het hoogste kerktoren is van Nederland? Dat is achter je. Hier, kijk maar even. Ah. Hier, kijk. Kijk, je staan helemaal trots met de fakkel. Kijk mij eens even staan met een fakkel. Zie je? Hier staat ze. En als je zo kan zien, kan je precies zien waar je hem... Kijk dan even daar. Zou je precies kunnen zien waar er in de JJ kan... Maar het monument heeft een iets andere lading. Kijk hier. Homoseksualiteit. Dit is het plein van de homoseksualiteit. Dus mocht je bij jezelf denken van joh, ik heb zin om een paar mannen te pijpen, dan moet je dat hier doen. Maar er is hier ook wat gebeurd, hè? Wat is hier gebeurd dan? Ja, dat... Er zijn hier 17 mensen. Oh nee, 18 zijn hier gewurgd. Oh ja. Dus mannen aan het pijpen waren en ballen aan het beroeren waren. Ja, dat kan natuurlijk niet midden op een kerkplein. Zeker niet. Waar die mevrouw met de fakkel tegenover je staat. Waar de fuck ben je mee bezig? Kan je toch niet hier en van de vent als ballen gaan zonder van wikken? Dat moet je toch niet doen? Dat moet je gewoon lekker thuis doen. We staan hier in de Domkerk. Dat is hoog, hè? Dat moet je niet willen. Misschien is dit wel heel leuk om even op te merken. Hier ligt er eentje. Kut. Hoer. Kut. Zelfs hier is het globalistisch kapitalisme doorgedrongen tot in de krochten van de Domtoren in Utrecht. Domkerk. Ja, wilde wat vragen? Ja, ik vroeg me af of je die Domtoren wou beklimmen. Nou ja. Hij is behoorlijk hoog. Het is de hoogste kerktoren van Nederland, hè? Kijk maar even. Nou, mooi. Heb jij er zin in? We kunnen het beter nu doen, nu we nog energie hebben. Ja, weet je, ik ben altijd enthousiast als ik ergens aan begin, maar als ik er dan mee bezig ben, dan is het een ander verhaal. Je moet er ook nog voor betalen. Je moet die hantering lopen. En voor betalen? En voor betalen. Omdat het oud is. Ja. Kijk al even. Ja, en ben je echt in Utrecht geweest als je niet even lekker aan de gracht hebt gestaan? Dat is wel heel pittoresk, hè? Mooi, hè? Leuk hoor. Nog iets te vertellen over Marco van Basten? Die komt hier ook vandaan. Ja, Marco van Basten komt hier vandaan en die vond ik als voetballer leuk, maar voor de rest moet hij gewoon lekker zijn bek dicht houden. En ja, maar dat heb ik eigenlijk wel met meer mensen hoor. Ik bedoel. Eigenlijk vind ik iedereen wel leuk tot zijn bek opentrekken. En je vorst. Jouw vorst komt hier vandaan. Nou, het is niet mijn vorst hoor. Ik heb geen vorst. Ik ben mijn eigen vorst. Koning. Lik me reetman. Lekker aan de gracht. Oude gracht. Aan de gracht. Aan de oude gracht. Aan de oude gracht. Ja. Dit maar even. Deze prullenbak is tegen nazi's. Maar goed, je bent tegenwoordig al een nazi als je nadenkt. Dus. Maar goed, deze prullenbak is er niet voor tegen. Fijn. Ja. Daar je streep. Koen weet niet wat chemtrails zijn. Daar en daar.
Vroeger had je gewoon straaljagers, dan lost het op. Maar dit blijft gewoon hangen. Er zijn gewoon kankercellen over je heen aan het spuiten. Ik weet het verder niet hoor. Kijk eens even jongens, volgens mij ga ik daar optreden 6 april. Nee? Ik weet niet wanneer. Nee. 2 mei? Ik sta in ieder geval in Utrecht in het Theater aan de Werf. En ik denk zomaar dat dat het Theater aan de Werf is. Oude Gracht? Aan de Oude Gracht. Koen wist dus dat wij hier dus aan de Oude Gracht ergens een koffie... Oh kijk, Camptrail, wappie. Dat we hier ergens koffie konden scoren. Maar we lopen nu dus al een soort van anderhalf uur de verkeerde kant op. Dit is echt een steeg. Als ik hier had gewoond, had ik hier echt zeker 5 of 6 wijven geveerd. Zien jullie een soort van deze jongen hier? Dit is dus echt de hoogste... allerhoogste kerktoren van Nederland. En ik ga hem op zeker niet beklimmen, want daar heb ik dus echt geen zin in. Griep. Hier. Ik pak het bier. Oh, kut. Ik ga niet bij het mannetje. Het Noord-Holland. Zullen we die gewoon doen? Echte Utrechtse hotdog. Utrechtse hotdog. Ongelooflijk. We gaan naar Amsterdam. Want vooralsnog ben ik eigenlijk alleen maar grachten aan het afwandelen. Maar... ja, wat te doen in Utrecht, jongens. Wat te doen in Utka. Kijk eens even hoe ghetto het hier is. Hier moet je zo even kijken. Dit is heftig, hè? Wow. Even kijken. Koning Willem-Alexander. Wat leuk. Waar ben je dan? Pevas. Zie je dat? Het is allemaal wat. Zie dat? Het is allemaal wat. Zie je die chemtrail? En dan daar zie je hier zo het topje van de Domtoren. En als je denkt van joh, waar heb ik mijn oma nou gevingerd? Nou, dat was op het topje van de Domtoren. Wat kwam die hard klaar, zeg toen. Een hele gevoelige plek voor heel veel Utrechtenaren. Want Utrechtenaren. Utrechters. Ja, want als je zegt joh, wil je neuden? Dan zegt ze doe even normaal man. Met geen homo's. Dus kan je lekker gaan janken de hele dag. Deze plek, hier werd de allereerste postzegel van Nederland gedrukt. Is dat niet leuk? Kan je nog herinneren dat die eerste postzegel werd gedrukt en dat je bij jezelf dacht van goh, wanneer werd nou die echte eerste postzegel gedrukt? Nou, dat was dus hier. Ja, wanneer was dat dan? 1852. Nee, tussen 1852 en 1952. Hier liggen alle Nederlandse toppers, de echte literaire kunstenaars, die staan dan hier uitgestald om in een ego te laven van jongens, kijk mij eens even, een fantastisch boek hebben geschreven. Er is echt niemand die boeit. Bijzonder hoor, hier, dit verhaal. Want hier komen dus mensen en die gaan dan gewoon zitten met een laptop en dan gaan ze een boek lezen in een soort stationshal. Kijk mij hier eens even in een stationshal een boek zitten lezen van joh, vraag me alsjeblieft wat voor boek ik aan het lezen ben en dan misschien ben je wel de liefde van mijn leven of zo. Zelfs buiten lezen ze boeken. Beetje voor straat staren van wanneer word ik nou eindelijk eens een keer geneukt. Tot op heden vind ik Utrecht wel leuk en het is ook een mooie dag. Maar ik weet nou eigenlijk niet zo goed wat de fuck ik hier aan het doen ben. Behalve langs een gracht lopen en een broodje eten en dan weer langs een gracht lopen. Wat moet ik hier doen? Echte Utrechtenaren die willen hier Utrechters. Over de balie heen, over de balken heen. Ze noemen het ook wel baliekluivers, dus met je bek open. En dan hingen ze hier zo een beetje tof te doen. En dan ontmoeten de mensen elkaar. En zeggen, hey, oh zo is het. Ja, hang je ook over de brug? Ja. Ik had niet gedacht dat ik jou hier tegen zou komen. Nee, want we zien hier elkaar altijd. Dus ja, waarom zou ik je hier dan ook nu ook weer zien? Maar ja, sta je lekker op de brug te hangen, jongen. Hartstikke leuk voor je, man. Wat zit jij daar weg te hakken, Vincent? Iets anders is er niet te doen in Utrecht. Dat heb ik besloten. Zeg nou eerlijk, jongens. Wat moet ik hier nou gaan doen? Moet ik een domtoren gaan beklimmen? Moet ik 13,50 gaan betalen om een uur die aan kank gaat gaan lopen op een domtoren? Met een gids. Moet ik naar een Nijntje Museum? Wat moet ik daar doen? Moet ik daar een paar kutopmerkingen gaan maken over schunnige opmerkingen over getekend kutkonijn? Ik moet wel zeggen, en ik zeg het ook gewoon, maar daar mist iets. De echte zwaar, de echte neuk met mijn kut, die heb ik nog niet ontdekt. Nee, dat is ook echt zwaar, volgens jou? Gewoon die Hollandse gezelligheid, heel... Kom maar door. Ja, je weet toch, zoals het vroeger was, gewoon gezellig. We hadden het net over waar we hier nou mee bezig zijn op aarde met z'n allen. En nou, ik heb besloten, dit is de eindtijd. Want ja, waar de fuck zijn we nou mee bezig? We kunnen hier zo'n mooie wereld van maken. En wat zitten we hier nou te doen met z'n allen? Een paar rijke motherfuckers nog rijker maken. Hè? Op je knieën door het stof. Neuk me alsjeblieft in mijn reet. Waar de fuck, man? Hè? Wat ben je voor... Je bent een godheid hier op aarde. En dan laat jij je kont neuken door een paar
psychopaten. Ja, ik weet het helemaal niet. Maar goed, kennelijk vind jij dat fijn. Gezellig, hè, in Utrecht. Dus dan de meaning of life, vraag ik me dan af als ik hier zo rondbanje. Ik zie iedereen een beetje stroopwafels vreten, een beetje zuipen en op het terrasje zitten. Is dat het dan? Is dat wat wij hier te doen hebben op aarde? Of hebben we meer te doen? Ja, ik weet het niet. Ik vind het heel... Iedereen loopt maar dingen in zijn gezicht te stoppen. Dingen te kopen die ze niet nodig hebben. Pak een bullshit allemaal. Hey, zie je daar die toren? Dat is de hoogste toren van Nederland. Nee, niet. Wat? Dat is niet de domtoren. Belangrijk. Het is de hoogste toren van Nederland. Dat is leuk, hè? Fuck ja, het is gewoon vies goor grachtwater. Het stront, pis, seik, alles erin. En dan ga jij lekker zitten dineren aan de gracht. De endeldarm van de aarde, dat is Utrecht. Nou, daar hebben we het toch al mooi samengevat, denk ik. Hé, en kijk daar eens. Heb je die al gezien? Dat is de hoogste kerktoren van Nederland. Ik loop alleen maar rondjes. Wat een mooi paard. Kan toch helemaal niet? Amsterdam. Wat doe jij hier, Anne? Anne Frank, waarom sta je hier? Ik heb geen idee. Het is tijd voor de eindconclusie, Vincent. Ja. Waar te beginnen? Geschiedenis. Batavieren, Romeinen. En Anne Frank stond hier ook. Moet je in één keer mee geconfronteerd al. Dus ja, er was geschiedenis. Waardigheid van dingen te bezien. Valt een beetje tegen. Nou. Ja, het valt behoorlijk tegen. Ik ga geen domtoren beklimmen. En geen uur in jouw kankerkneus. Een trap oplopen om op de toren. Tuurlijk, als je eenmaal op de toren staat, is het wel leuk, maar maak dan een lift. Ik bedoel, je gaat toch niet 14,50 betalen? 13. Ja, dat is belangrijk. En dat je dan jezelf niet tegen moet lopen om uiteindelijk op de toren te gaan staan. Je had nog wel het Nijntje kasteel, waar we naartoe hadden kunnen gaan. Maar dan denk ik bij mezelf, ja, wat moet je als 40-jarige man nou in een Nijntje museum. Wat ben je aan het doen? Joie de vivre. Die wordt overheerst door een hoop ego. Ja. Lekkere wijven, die waren er wel. Absoluut. Heel veel mooie vrouwen. Heel. Maar helemaal door gecapitaliseerd. Ik mis dat die moekes. De moekes. Die is hier niet. Gewoon heel veel, joh. Je klapt die billen opzij en weet je wel, schuif je er even in. Algehele conclusie. Nee, we hebben dat vermoeden. Jij gaat nog een rap van start, denk ik. Ik dacht dat we er waren. De algemene indruk van Utrecht is dus rondjes lopen, langs de gracht, dingen in je gezicht stoppen en rondjes lopen langs de gracht. Dat is een beetje Utrecht. Het is niet dat ik denk van god, jeetje, wat bijzonder. Kom je hier nog ooit terug, los van je theater? Nee. Misschien een Thunderdome, maar dan heb je het ook wel gehad, vriend. Ja. In het rijtje met de andere steden. Daar moet ik eens heel erg goed over nagedenken. Zet het knopje maar even uit en dan ga ik erover nadenken. Vincent, onder het genot van een wijntje en een bitterbal en een broodje ben jij tot andere gedachten gekomen. Ik heb dit wel gezien. Vincent doet Nederlands, moet anders. Ik loop elke keer door de stad te banjeren. Ja. Naar een paar bejaarde wijven te kijken die versteend zijn. We gaan het anders doen. En dat is toch wel iets heel moois, wat Utrecht aan mij omhoog heeft gebracht. De opzet van Vincent doet Nederlands gaat anders worden. Ja. Want het doel... op zoek naar de magie van het leven. De eerste aflevering van het nieuwe jaar. En ik ben er gelijk klaar mee. Ik ga niet meer naar steden, dat ga ik niet meer doen. Ik heb dat nooit leuk gevonden, weet je. Ik kom uit Scheveningen. Wij gingen altijd de duinen in, of het bos in. Dan ging je nooit het strand op als het druk was. Dus waarom zou ik in godsnaam Vincent doet Nederlands gaan doen en door steden gaan banjeren? Waar de fuck ben je mee bezig, Vincent? Misschien dat je kijkers met suggesties kunnen komen. Nou, daar sluiten we deze dag dan maar mee af. Ja. Resteert nog de vraag waar Utrecht komt te staan in het rijtje met die andere zeven? Dat weet ik veel. Ergens. Helemaal top. Daar sluiten we maar mee af. En een hele fijne handen allemaal.